Oké, Bart. Je bent 17 jaar. Ja. En we gaan voor de eerste keer nu vloggen. Nou ja. Dat betekent dat we vandaag gewoon ons simpele rondje Hoogvliet doen. Ja. Ja, hier hoeven we verder niet heen. Dat kun je even laten zien. Maar we staan nu op de dijk. Ja. En daar zie je de rivier. Ja. De Oude Maas. Mm-hmm. En als die Oude Maas heel vol zou zijn, dan moet het water hier over de dijk heen. Ja. Nou, dat redt hij nooit. Mm-hmm. Maar goed, wij gaan nu lekker een stukje fietsen. Jazeker. Oh ja, en trouwens wat opa net zei over de eerste keer vloggen. Nou, dat is natuurlijk niet zo, want we hebben natuurlijk al meer vlogs, hè? Ja, maar niet dat je 17 bent. Nee. Dat niet inderdaad. Nou, dan gaan we denk ik even naar beneden. Kijken we wat daar in die prullenbak zit. Ja. Zeker. En dan moet ik even goed opletten hier, want die trap loopt scheef. Ja. Nou, het is hier doodstil. Je ziet niemand. Nee, inderdaad. Je ziet niemand inderdaad. Nee, alleen ons. Ja. Nou, nu lopen we hier naartoe. Mm-hmm. En daar hadden we de fiets neergezet. En van een afstand zagen we dat ding hier. Ja. En wat is dat nou? Dat weet ik niet. Dat weten we. Het is schuimplastic. Ja. Hier. En wat ik ook leuk vind, kijk, dat is hier, Bart. Mm-hmm. Ja. Wat staat hier? Zori. Ja. En dat hebben ze best leuk gedaan, want die rrr, dat is net een mannetje, zie je? Ja. Ja. Precies. Nou, dan gaan we naar de fiets. En dan gaan we het rondje Hoogvliet fietsen. Ja. En, wat doen we dan in Hoogvliet? Een appel. Nee, eerst. Ja. Eerst een kippenpoot. Een kippenpoot, inderdaad. Ja. En dan een appel. Ja, oké. Okay. Nou, dat gaan we dan nu doen. Ja. Dan moet jij even dit weer over je oren, anders kun je het kou horen. Oh ja, tuurlijk, ja. Deze? Ja, die heb ik op mijn kop inderdaad, ja. Nou, dan doen we dat. Zeker. He? En dan zien we jullie zo weer. Ja, tot zo dan. Goed Bart, we zijn nu op een plek waar je eigenlijk met de fiets niet mag komen. Oh. Maar we hebben het toch maar gedaan. Inderdaad. En je zit hier vlak bij de Oude Maas. We kunnen straks nog wel iets dichterbij kijken. Mm-hmm. En kijk, hier hebben ze een heel pad gemaakt. Mm-hmm. En het lijkt me leuk om daar zo meteen een clip op te nemen. En een videootje. Een videootje. En dan maakt het niet uit welke muziek je eronder zet. Nee, dan kun je alles eronder zetten. Wat je het wil. Het is wel handig als je van tevoren een beetje weet welke. Hè? Uh-huh. Dus dat kunnen we dan zo meteen doen. Ja. Nou, dan zien we jullie straks weer. Nou ja, zo meteen al, want de videoclip wordt hier verwerkt ook in. Oh ja. Mhm. Jo. Oké, ja. Ik heb hier, de trail is Garm. Die gaan we doen. Dan moet ik even daar naartoe lopen. Voorzichtig dat je er niet afglijdt. Ja. Let op. Dan pak ik hem over en dan loop ik zelf nog een stukje. Let op.
is gone. Trill is gone. Trill is gone. Ja, het kan ook nog andere muziek worden straks. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ik het straks ga gebruiken. Let op. Rust. Dan lopen we weer terug in de richting. Hou ik weer. Pak jij hem nog over? Nou, leuk. Het zal best een grappige zijn. Zo, nou, we hebben net die clip opgenomen. Huh? Ja? Ja. Ja, en dat was een heel eind. Want kijk maar hoe ver dat was. Mm-hmm. Ja, wat ik net wou zeggen toen ze het open net de camera stopte. Yeah. Is dat we nog, dus dat we toen een ander nummer begonnen. Ja. En dat was, even kijken, die gast van een Alice Show met... We Go Out. We Go Out. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we weer verder fietsen. Ja. Op naar de kippenpoot. En dan naar de appel. Precies. Ja. Nou, dat gaan we dan maar doen. Zeker. Ja, want wij zijn niet zo van de fastfood. Dus wij houden van de gezond eten. We zijn er gewoon niet van. Precies. Uh-huh. Ja. Dat doen wij. Ja. Nou, we hebben het gehaald, Bart. Mm-hmm. En... Het was eigenlijk zo gedaan, hè? Even mm-hmm. naar Hoogvliet, ja. Een horlogebandje maken, ja. Een poot kopen. Mm-hmm. En toen gingen we hier naartoe. Naar de appelboom of McDonald's. Ja. Hè? En dan heb je zeker die hele die er vroeger ook was. Mm-hmm. Hoe heet die? KitKat. Ah ja. Ja. Mm. En hoe smaakt die opa? Heerlijk toch. Verrukkelijk. En dan ga ik ook eens proberen inderdaad, dat is een goeie. Mm-hmm. Even kijken. Mm-hmm. Lekker. Ja, hè? Ja, helemaal goed gekeurd, helemaal goed gekeurd. Oké, nou. Zo, dan zitten we weer in de auto van opa. Ja, en dat was mijn fietstocht, Jonne. Oh. Maar hé, hey, Jonnes, ik wou even wat doen. Hey, Jonnes. Vind je niet een hele mooie bril? Een perfecte bril. Voor de ideale mens. Een perfecte bril. Deze bril is perfect. Ja. Koop hem op Joke en Jan. .com. Bol.
www.oma.com en opa.com. Ja, zo kun je gaan. Ah, yes. Oké, okay, ja. Tuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. Nee, ja, ja. Ja, die grappen zijn serieus goed in een vlog. En een vlog, ja, natuurlijk. Nou, het bestaat niet eens. Het bestaat niet eens. Oma en oma.com. Nou, nee. Alleen bol.com is volgens mij het, het beste bedrijf of zo. Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt met bedrijven. Volgens mij Amazon is, ja. Ja, Amazon is volgens mij wel iets, dat is wel iets slechts volgens mij. Omdat Amazon natuurlijk heel veel medewerkers heeft waar, iets dergelijks. Ik heb er een keer wat over gehoord, maar goed. Ja. Maar de meeste mensen bestellen inderdaad bij bol.com. Nou ja, goed. Doe ik ook. Doe ik ook zo vaak, want ja, ik heb uitpakvideo's, zeg maar. Had er gisteren ook eentje. Ja, dat is top. Ja, YouTube Live is sowieso top. En de manier waar jullie naar me kijken, hoe jullie naar me kijken, vind ik helemaal niet erg. En jullie meningen mogen er zijn. Ja, maar uiterlijk, ja. Nou ja, goed. Ik ben gewoon wie ik ben. En jullie zijn ook gewoon mensen die gewoon kijken. En als je niet wil kijken, gewoon weggaan of zoiets, ja. Nee, dat is het ook. Als jullie liever een Gio hebben of een Enzo Knol of Den Haag is, dan vind ik dat ook prima. Maar ik vind zelf dat ik het ook heel erg goed doe. Dat ik heel goed bezig ben in ieder geval. Ik doe het al heel lang. En opa komt er ook weer aan. Dus, let's go. Ja, ja. Opa komt er ook weer aan, hoor. Kijk. De hemden wel. Oh, ja. Oh, groetjes, die stonden natuurlijk nog open. Ja. Zo. Wat? Ja, ik had net weer een heel verhaal voor die kijkers, zeg maar. Oh, yeah. En ook een heel grappig iets. Ja, dan kom je zo straks zelf wel achter, want ja. Nou, dan zullen we dat vanavond wel zien. Ja, of straks, nou ja. Oh. Nou ja, iedereen zal het zien. Ja. Ja, want het is het internet, openbaar natuurlijk. Ja. Maar goed. Nou, we hebben vandaag toch weer een lekkere tocht gemaakt. Zeker. We waren aanvankelijk een beetje bang voor regen. Ja. Maar we hebben heerlijk weer gehad, zeg. Mm-hmm. Vond ik ook, opa, vond ik, ja, ook. Nou, en ik ben heel benieuwd hoe die filmpje geworden is waar jij over die dingen liep, hè, die balustrades. Ja, nou ja, dat zal er vast wel mooi uitzien, toch? Ja, ik denk het wel. Nou, en we hebben kippenpoten. Mm-hmm. Ik heb lumpia voor als ik naar het huisje ga. En we hebben een lekkere appel gegeten. Ja. Nou, dus wat willen we nog meer? Nou ja, Chris Brown zien. Ja, want Jonas, ja, Chris Brown, ja, die is inderdaad, die heeft inderdaad een nummer, dat is wel een oud nummer, maar dat wordt nu weer hip en zo. Ja. Ja. Nou, dat betekent, Bart, als we bij het huis zijn gekomen, dat jij er gelijk uit moet sprinten. Ja. En naar binnen moet gaan. Ja. En dan pak ik die spullen wel achteruit de auto. Uh-huh. Maar dan heb je in ieder geval, ben je op tijd. Je hebt nu nog 10 minuten. Ja. Dus het is nog 3 minuten naar huis. Nou, dan zit je helemaal klaar. He? Ja, oké. Okay. Maar voor nu zeggen we, nou, dan bedankt jullie voor het kijken naar deze vlog. En wij zeggen nog maar één ding samen. En dat is adios.